Aan de ene kant zien wij steeds meer dat studenten behoefte hebben om hun eigen talenten te kunnen volgen. En aan de andere kant zien we dat beroepspraktijk en samenleving steeds sneller veranderen. En daar op die twee elementen moeten we eigenlijk allebei inspelen. Wat wij doen is richting geven vanuit onze onderwijsvisie en ruimte geven in het hoe. Onderwijsinnovatie gaat eigenlijk wat mij betreft over meer zelfsturing voor de studenten en meer eigenaarschap van de studenten. En dat betekent dus ook een nieuwe rol voor de docent. Toen Blended kwam, dat was voor mij echt de grootste aanzet voor onderwijsvernieuwing. Met Blended leer je op een totaal andere manier te denken. Je denkt heel erg doelen. En je denkt van, eerst dit zijn mijn doelen voor de les. Welke activiteiten ga ik ontplooien om dat te doen? Dat moest heel veel scherper zijn dan in een leslokaal. Het zit vooral ook in de wat kleinere zaken, de heel concrete zaken. Bijvoorbeeld het gebruik van film in onderwijs. Nou, dat is iets daar, was ik in het begin, zag ik daar heel weinig heil in. Dacht ik, dat is echt een verkeerde didactiek om bij wiskunde mijn vak te gebruiken. Daar denk ik nu heel anders over. En het betreft ook dingen als, hoe kun je nou een groepje studenten met elkaar laten samenwerken, zonder dat je daar als docent noodzakelijk met je neus bovenop zit. En dat je toch wel inzichtelijk krijgt hoe dat leren van die studenten, hoe dat verloopt. Nou, daar hebben we denk ik ook een aantal krachtige voorbeelden van kunnen genereren en verzamelen. Nou, wat ik merk uit mijn eigen lespraktijk is dat studenten, ten eerste noemen ze meestal de organisatie die je hebt in zo'n Hubble-site, in een website waar je onderwijs in organiseert. Dat geeft blijkbaar veel overzicht en veel steun. En het tweede is dat ze heel graag gebruik maken van de videobronnen. Ja, die zijn natuurlijk specifiek toegesneden op de context, op de leeronderdelen. En dat geeft de studenten de mogelijkheid om just in time zelf met die video's aan de slag te gaan op een moment dat hen goed uitkomt. Wij hebben een hele groep deeltijders die niet altijd kan komen en die ook snel door het onderwijs heen wil. Nou, doordat alles online is, of tenminste al de hele inhoud plus opdracht, die zijn allemaal online, het lijkt me heel handig voor een deeltijder, die hoeft niet te wachten tot periode 4 om een vak te doen. Die zou dat bij wijze van spreken in een andere tijdstip kunnen. Waar ik heel trots op ben, is dat het ons dus lukt om een onderwijsleeromgeving te maken waarbij studenten, waar veel meer flexibiliteit is voor op welke plaats leer je nu, op welk tijdstip leer je. Nou, daar zijn ook echt wel over goede ideeën bij bedacht van hoe kun je dat nou doen en waar hebben studenten nou behoefte aan, maar ook hoe kun je studenten toch optimaal faciliteren. Waar ik heel enthousiast van word is dat we met steeds meer mensen echt het gesprek voeren over de inhoud van het onderwijs en hoe ze dat willen inrichten. En dat daar nieuwe ideeën uit voorkomen. In het begin was het vooral met de hand in het haar zitten en heel erg filosoferen over wat zorgt hier nou toch voor goede kwaliteit en hoe moet je het aanpakken. Dat liep eigenlijk vast, want er werd vooral een hoop ook gemopperd en dat soort processen gaan dan spelen. Maar naarmate die deadline dichterbij kwam, ja, dan moet je wel. En wat ik en een aantal collega's met mij ben gaan doen, is maar gewoon proberen in de opleiding die we al hadden, dus in de gewone opleiding, om allerlei elementen in te brengen en eens uit te proberen. Hoe gaat dat nu? Wat zijn de ervaringen daarmee? Ik heb geleerd om films te maken. Ik heb geleerd om animaties te maken. Ik heb geleerd om echt op zoek te gaan naar goed materiaal op het internet. Alles moest je overnieuw bedenken. En dat vond ik heel erg leuk. Dat was voor mij waar ik het meest trots op was. Toen ik mijn eerste site zag. En ik dacht van ja, maar die zien er toch geweldig uit. Ja, het is ook extra werk, dat is ook zo. Ik merk wel dat ik op zeker moment echt tijd ga terugverdienen. Dus ik maak ook veel video's die ik in dezelfde cursus een jaar later opnieuw kan gebruiken. En ik denk ook dat je kunt zeggen, als je binnen een cursus je onderwijs goed organiseert, dan heb je ook in de afwikkeling van de cursus, dus bijvoorbeeld feedbackmomenten, maar ook het beoordelen van toetsproducten, over het algemeen veel minder problemen en veel minder tegenvallers in de resultaten. Een fout die we denk ik in het begin hebben gemaakt, dat we zeiden, we nemen heel het digitale aspect, om het zo maar te noemen, dat nemen we uit handen van docenten. En dan verlies je ook de eigenaarschap over wat je doet. Dat werkt niet. Maar tegelijkertijd kun je wel faciliteren op allerlei andere gebieden. Om een voorbeeld te noemen, film, het gebruik van film in je onderwijs. Dat is om dat allemaal zelf te doen, is A, een heel erg tijdrovend proces. En B, ja, dat vraagt ook echt wel om bepaalde expertise. Hè? En wat denk ik de Hogeschool Utrecht heel goed doet, die hebben een aantal mensen aangesteld die gewoon echt films maken.
En de techniek dus uit handen nemen bij je. Maar bovendien ook meedenken over de didactiek die je in die film kunt gebruiken. We hebben een aantal manieren waarop we samenwerken. En Hubreed is er een supportteam. Ja, daar hoor ik ook bij. En wij proberen met een klein clubje om op andere faculteiten ook dit soort innovaties te etaleren. We zijn wel een heel eind, maar we zijn er niet en we zullen er ook nooit zijn. En dat geeft ook helemaal niet, want dat is wat innoveren is. Waar gaat het heen? Dat is heel lastig. Aan de ene kant zie je dat we met een aantal innovaties mee moeten. Denk bijvoorbeeld aan learning analytics. Maar we moeten ons wel blijven afvragen hoe we dat dan gebruiken in de les en wat dat ons oplevert. Ik zie een heleboel studenten die continu met hun mobiel bezig zijn. Nou, hoe kunnen we dat dan meer in Hubble verwerken? Hoe kunnen we bijvoorbeeld hele korte opdrachten voor ze maken, dat ze bij wijze van spreken in het station of in de trein onderweg naar huis kunnen maken? Ik vind het juist heel erg leuk om met heel veel instellingen daarover van gedachten te wisselen, omdat iedereen het op zijn eigen manier aanpakt. Allerlei innovaties die op universiteiten en hogescholen op dit moment allemaal plaatsvinden, zijn ook voor mij heel erg inspirerend om daar weer over na te denken. En te denken, oké, dus daar moeten wij ook nog van leren. Dus ik leer ook uit zo'n bijeenkomst weer heel veel.